Gerrit Hiemstra die had nog een idee om rond die klimaatgebeuren, om net als we hebben nu bij de COVID-OMT, om dat ook bijvoorbeeld klimaat te doen. Dus zo'n commissie met allemaal mensen die dus op het klimaat aanbevelingen gaan doen aan het kabinet. Ja, dat vind ik best, maar die zijn volgens mij het kabinet het rapport ook lezen. Bovendien wordt er op tal van terreinen toch ook beleid geïnitieerd, niet waar, wat gericht is uiteindelijk op het verdwijnen van de fossiele brandstoffen. Ja. Ja. Al kan ik je uit de beste bron mededelen dat wij hier afgelopen jaar regelmatig de straat open hebben gehad. En dan zeg je, waar is dat voor? Dan is hier een nieuwe gasleiding in net gelegd. Het is opmerkelijk toch als je weet dat we in 2030 van het gas af moeten. Dat schijnt te zijn om voor waterstof. En dan, nou ja, daar geloof ik dus werk voor geen meter in. Dat brengt zulke praktische problemen met zich mee. Ja, dat zijn waterstofauto's. Toyota en Honda heeft ieder een type gebouwd. Dat functioneert prima. In Nederland zijn geloof ik twee punten waar je waterstof kunt tanken. Dus ja. Dan moet je wel heel goed geverseerd zijn om net op tijd altijd bij dat punt te zijn. Ja. Ik zie dat niet zo gebeuren, want dat zou in feite een heel nieuwe infrastructuur nog weer extra noodzakelijk maken. Dus ik zie dat niet in doen. Laat ze nou maar gewoon normaal doen en op de ingeslagen weg doorgaan.